Skin Glens heeft gisteren de periode Facelift Paramaribo zo officieel afgesloten. Met de overhandiging van een document waarin alle verrichtingen voor de zoo zijn vastgelegd. Dit project is uitgevoerd ter voorbereiding op de Wonderland at Zoo by Night event. Dat vanmiddag is begonnen en doorgaat tot zondag 27 oktober. Sima Jimidar, CEO van Skin Glens en de drijvende kracht achter dit project, benadrukt dat dit evenement is georganiseerd om de zoo een flinke boost te geven. Ze hoopt dat er verder wordt gebouwd op de positieve veranderingen die zij en haar team hebben achtergelaten. Wat wij achterlaten is een nette tuin. Een mooie tuin. Jullie zijn gekomen. Jullie hebben het aanzicht gezien. Jullie hebben alles gezien, denk ik. De kijkers zullen sowieso ook de beelden zien. Hou het alsjeblieft op deze wijze. Laat het zo zijn. Dat is wat we willen. Siegfried Wolf, bestuurslid van de Paramaribo Zoo, heeft Skin Glens en andere organisaties erkend voor hun bijdrage aan de facelift van de zoo. Hij wijst erop dat er een achterstand was, maar dat deze succesvol is aangepakt door het team van Jimmy Dar. En ze hebben niet geschroomd om de hele gemeenschap erbij te betrekken om hun bijdrage te leveren. En dat is hetgeen wat de dierentuin nodig heeft om dit draaiend te houden. Ik kan mevrouw Jimmy daar verzekeren van dat die gelden goed besteed zullen worden. En ze heeft aangegeven hier in het project. En we zullen dan, nadat we hebben aangegeven wat de inkomsten zijn geweest, zullen we ook aangeven voor welk project we het geld kunnen gebruiken. Wolf geeft aan dat er samenwerking is met het ministerie van Openbare Werken dat diensten levert om de dierentuin verder te onderhouden. Wolf zegt dat het team van Jimmy Dar zich dus over onderhoud geen zorgen hoeft te maken.